Het ding echt helemaal kort geknipt. Maar dit rokje is heel kort. Omdat ik gewoon, het is zo blauw. Dan heb ik deze rok. Nou, ik denk dat jullie helemaal stuk gaan. Zoals jullie weten is dit helemaal niks voor mij. Hallo en welkom terug bij weer een nieuwe fit op mijn kanaal. Oké, ik wist dus vandaag echt totaal niet wat voor video ik moest maken. Dus ik was een beetje aan het denken. En omdat ik best wel vaak reacties van jullie heb gekregen van oh, wil je een keer je miskopen stylen of wil je een keer iets met miskopen doen, whatever, dacht ik. Ik heb nog wel een aantal miskopen liggen in mijn kast die ik echt letterlijk nog nooit heb gedragen. Die ik op zich wel leuk vind, maar ik pak het gewoon nooit. Want ik weet gewoon niet zo goed wat ik ermee aan moet. En ik ben te lui om de moeite te nemen om dan het echt te gaan stylen. Dus wat ik dan vaak doe, dan pak ik gewoon de items waarvan ik wel weet van oh ja, dit en dit staat er leuk bij. Want ik denk dat bijna iedereen wel gewoon geneigd is om eerder de dingen uit je kast te pakken waarvan je al weet wat je erbij aan kan trekken. Dan dat je opeens iets randoms pakt wat je nog nooit hebt gedragen. En wat je sowieso altijd al een soort mindfuck geeft van ik weet niet wat ik hiermee moet. Dus ik heb 6 items uit mijn eigen kast gekozen voor jullie die ik... Dat gaat niet goed. Die ik voor jullie ga stylen. En ik hoop vooral ook voor mezelf dat ik het daarna wel oppak. Omdat ik dan denk van, oh, ik heb weer inspiratie wat ik hierbij kan dragen. Oké, we beginnen met deze schoenen. Deze schoenen zijn van Buffalo London. En het was volgens mij een collab met die twee gekke TikTok-wijfies. Hoe heten die kinderen? Lisa en Lena of zo, geloof ik. Maar ik vind ze dus wel heel erg vet. Maar ik heb ze nu echt al maanden in mijn kast liggen. Ik heb er nog nooit wat mee gedaan. Omdat ik gewoon, het is zo blauw, blauw, blauw. En ik wist gewoon niet van, ik heb een paar keer geprobeerd een jeans erbij aan te doen. Maar dan was het telkens net niet, het kleurde net niet lekker of zo. En dan dacht ik, oké, laat maar geen tijd hiervoor, dus ik pak wel gewoon iets anders. Dus oké, ik ben heel erg benieuwd wat ik hierop ga vinden wat wel leuk staat. Dan nummer 2, nog een paar schoenen. Nou, en dit zijn waarschijnlijk schoenen die heel veel van jullie wel in je kast hebben staan. Dit zijn gewoon die beige All Stars, Old School, weet ik hoe die dingen heten. Ook, ik heb deze denk ik, nou, of ja, 1 keer denk ik aangehad. Daarna nooit meer gepakt. Dan heb ik dit rokje. Nou, deze heb ik denk ik echt al 3 jaar in mijn kast liggen. Ook nog nooit aangedaan, terwijl ik best wel een geinig dingetje vind. Maar gewoon echt nooit een vinger naar uitgestoken. Dus, nou, hier gaan we ook lekker voor. Dan heb ik deze rok. Nou, ik denk dat jullie helemaal stuk gaan. Zoals jullie weten is dit helemaal niks voor mij. Niks voor mij. Het is van Nymph in ieder geval. Het heeft hier zo'n soort van gekke strik. Maar toch, aan de ene kant vind ik het kleurtje wel leuk. Dus ik dacht, nou, dit is voor mij helemaal een challenge om te kijken wat ik hiermee ga doen. Ik krijg nu al een beetje paniek als ik er naar kijk. Maar we will see. Dan hebben we deze broek. Hier hangt letterlijk het kaartje nog aan. Gewoon van Naked. Het is gewoon, ik ben niet zo van deze kleur. Dus ik heb nooit deze kleur broeken aan. Het is op zich wel zo. Doeken. D-O-E-K-E-N. Wat ik dacht met deze broek, ik denk dat ik hier gewoon lekker een short van ga maken. Deze blouse, lekker kaki met van die pareltjes eraan. Ik ga helemaal stuk. Maar ik vind het dus wel mooi of zo. Het is niet per se mijn stilo, maar... Ik denk dat ik dit op zich wel, als ik even mijn best doe, dat ik er wel iets grappigs van kan maken. Laten we gewoon beginnen met item nummer 1. Ik ben eventjes mijn kast ingedoken en ik heb wat items gevonden waarmee ik denk dat het best wel leuk is om te combineren. Ik heb dus deze nieuwe broek van de Pull & Bear die echt geweldig is. Want er zit hier dus zo'n fucking leuke split aan de zijkant. Ik dacht het is wel leuk om een ander kleurtje erboven te kiezen. Dus ik heb deze trui van Naked ook genomen. En ik dacht om dan dat blauw van die schoenen weer een beetje terug te laten komen. Dan dit blauwe canvas Prada tasje erbij. Dus laten we gaan kijken hoe dit staat. Oké, wat ik ten eerste heb gedaan met deze sweater is dit stuk eventjes onder mijn BH gestopt, zodat hij wat korter valt. Het gaat natuurlijk allemaal om de schoenen. Deze split is gewoon echt top, want dan ze komen er echt zo lekker uit van bam, hier zijn we. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat dat tasje zo lekker erbij matcht. Op zich is het niet een mega boeiende combinatie, dus daarom dacht ik van als ik weer even leuk die knotjes in mijn haar doe, dan maak ik het toch weer net even wat... aparter. Ja, weer mijn kettingjes die uiteraard terugkomen. To be honest, weet ik nog steeds niet of ik het echt vaak ga dragen. Maar ik ben wel blij dat ik nu in ieder geval wel een combinatie weet. Waarbij het leuk staat. Omdat dat dus eigenlijk voornamelijk echt een witte broek is. Want ik heb gewoon niet die kleur denim. Dus hierbij het eindresultaat.
Op zich vind ik dit dus niet zo'n heel erg moeilijk item om te stylen. Daarom vind ik het extra jammer dat ik het helemaal nooit heb aangehad. Ik heb weer wat leuke dingetjes erbij gevonden. Dit shirtje van, waar is die van? Pretty Little Thing. Het is zo'n cropped shirtje met een leuke auto erop. Gaaf. En daarbij dit superleuke jasje van de Pull & Bear. Is ook weer lekker oversized. En wat ik heel erg vet vind aan het jasje is dat het allemaal die soort van gekke vlakken erop heeft. Dus dat vind ik wel heel erg nice. En dan voor schoenen, mijn all-time favorite. Deze Dogs. En dit zijn de Rainbow Mollies, als ik het goed heb. Oké, let's see how it looks. Ik ben hier op zich wel tevreden over, maar dit rokje is heel kort. Maar gewoon even helemaal gebaseerd op looks, zou ik het wel zo aantrekken. Ik vind het wel leuk. Met dat jassie ook. Dat jassie is lekker oversized. Love it. Jullie weten hoe oversized wijf ik ben. Goed gedaan, dieren. Trots. Ja, nou, helemaal prima. Nou, dit was dus voor mij echt een uitdaging om te kijken hoe dit nou leuk ging maken. Omdat dit natuurlijk helemaal niet mijn stijl is. Maar ik heb wat gevonden en ik denk dat dit dus best wel vet gaat staan. Oké, ten eerste een heel basic wit t-shirt. Maar van Naked heb ik deze. En daarbij heb ik ook weer gekozen om een jasje eroverheen te doen. Ook omdat dit dan weer een beetje breekt. Want alleen een shirt en een rok vind ik dus wel een beetje truttig. En dan weer mijn faves, mijn Dogs. Want deze Dogs maken alles gewoon echt fantastisch. Dus ik dacht, dan doe ik die erbij. En dan denk ik dat ik dus best wel een leuk lookje heb met deze rok. Let's see. Ik moet zeggen dat hoe ik nu deze rok heb gecombineerd, ook al ben ik echt totaal geen rokkenmens, ik het best wel geinig vind gewoon. Ik heb gewoon zo'n laag knotje ingedaan, want ik dacht, nou, dat past er wel bij. Gewoon een beetje casual en dan gewoon mijn leuke oorbelletjes. Die kettingjes vind ik sowieso echt afmaken. Maar dat denim, dat maakt het gewoon echt net eventjes wat stoerder. En ik vind ook gewoon die Dogs echt top eronder. Dat breekt echt een beetje dat truttige bloemetjespatroon. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik hem zo wel zou dragen. Ik vind het best wel leuk. Ik voel het best wel dit. Nou, wat goed. De shoes die iedereen heeft. Bijna iedereen dan. Oké, nou, dit was op zich niet zo heel erg moeilijk ook om te stylen. Ik denk dat je hier best wel veel kant mee op kan. Waar ik nu voor heb gekozen om echt weer een beetje in die old school vibe te komen, is echt zo'n lekkere Nullies broek, die echt in begin 2000 echt in heel veel van die gekke videoclips zag en zo, die super wijd en baggy is. En daarbij zo'n geript polootje in het lila. En mijn roze Prada tasje. Ben benieuwd! Ik heb gekozen voor dit lila dingetje van Primark. Daarvan heb ik echt letterlijk dus net de helft nog van afgeknipt. Wat ik het wel leuk vond als hij een beetje kropt viel. Dit Prada tasje erbij. En dan heb ik deze broek van de Pull & Bear. En daaronder natuurlijk de All Stars. Ik ben wel blij ook weer dat ik dit eventjes heb uitgeprobeerd. Want nu denk ik wel weer van ja, het is eigenlijk best wel leuk om gewoon weer even af en toe voor de variatie de All Stars aan te doen. Nu heb ik meestal gewoon die Air Force aan onder dit soort broeken. Maar zo'n All Stars is eigenlijk ook best wel jeinig. Nou, helemaal tevreden. Met mijn kakbloesje heb ik dus best wel even een tijdje voor mijn kast weer gestaan. Omdat ik ook weer... Oh, er zitten allemaal plazen hierop. Omdat ik het ook weer best wel lastig vond wat voor broek ik hierbij aan moet. Want ik dacht van ja, zo'n normale denimbroek, dat maakt het ook nog steeds een beetje kakkie. Maar ik heb een broek gevonden in mijn kast die ik ook weer bijna nooit heb aangehad. Deze van een Monkey. En daarbij dacht ik mijn pastel Nikes. En daarbij doe ik dan ook weer dit roze Prada tasje om een beetje weer in die pastel vibe te komen. Because I like that. Dus let's see. Ik ben helemaal blij dat ik deze broek weer even uit de kast heb getoverd. Oké, ik heb gekozen om die blouse gewoon helemaal dicht te doen. Want ik vind altijd als je een blouseje dan zo half open doet, dan krijg je wel weer heel snel die kakkie vibe. Nou ja, als je daarvan houdt is het natuurlijk helemaal prima. Maar ik vind dat zelf niet helemaal mijn stijl. Ik heb er ook voor gekozen om die mouwtjes een beetje op te stropen. Dat het ook gewoon even wat losser allemaal. Gewoon like a loose vibes. En daaronder heb ik dus gekozen voor mijn pastel Air Force. En dan krijg je dus dit als complete look. Laatste is deze broek. Ik heb besloten dat ik die nu eventjes ga afknippen en tot shorts ga maken. Ik zal hieronder in de beschrijving even een linkje zetten van de video waarmee ik dat heb gedaan. Als je dat gewoon volgt, dan kan je dat in principe met elke broek doen. Ik ga die even knippen en dan zie ik jullie nu terug.
please do better than me. Want ik heb dat ding echt helemaal aan gort geknipt. Ik wilde weer veel te snel zijn. Dus het is niet helemaal gelukt zoals ik wilde. Het kan er wel mee door. Dus ik ga jullie gewoon laten zien hoe ik deze ga stylen. Maar dit is niet het juiste voorbeeld. Het had er anders uit moeten zien. Mijn idee was dus om dit te gaan stylen met dit Nike truitje. En daarbij deze fans. We kijken even soort van door dit hele gefaalde do-it-yourself ding heen. Ik vind de kleur van de broek nu wel veel beter uitkomen met dat wit. Ook omdat ik er dus een short van heb gemaakt. Ik vind die kleur wel leuk omdat het misschien wat minder aanwezig is. En ik heb daaronder gekozen voor van die slip-on fans in het lila. En dat komt dan weer een beetje terug in dit Nike logotje. Dus ja, als ik weer een andere broek vind die een beetje deze kleur heeft, dan ga ik hem gewoon eventjes opnieuw proberen. En dan vind ik dit best wel geinig. Oké, guys, dit is alweer het einde van de video. Super thanks voor het... Thanks voor het eten. Ik ga sterk op mezelf. Super thanks voor het kijken. Laat hieronder in de comments eventjes weten wat voor video's jij nou nog meer wilt zien. Kledingdingen, andere dingen. Alle tips zijn welkom. Ik vind het altijd heel erg leuk om jullie ideeën voorbij te zien komen. En daar kan ik ook zeker weer wat mee doen. Doe even een duimpje omhoog als je deze video nou leuk vond. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie dinsdag weer bij een nieuwe miskoopstyling.